Oké, voor de zoveelste keer. Dit is misschien een beetje boring of vervelend. Maar ik vind filmpjes opnemen leuk. Sorry dat ik gewoon... In het eerste filmpje had ik dit aan. In het tweede filmpje. En nu ook in het derde filmpje. Alleen in het eerste filmpje had ik mijn bril af. En ik doe hem nu ook af. Want ik zie dat hij ontzettend vies is. En dat vind ik niet leuk. Dus ik leg hem even weg. Sorry dat mijn gezicht niet in de camera was. Maar ja... Ik heb geshopt en ik had, laat ik gelijk beginnen, dit nodig. De mondwater. Ik ben met de laatste mondwater bezig van, even kijken, Newcastle van de One Pound. Dus daar heb ik 1, 2, 3 gekocht. Dan kan ik er weer even tegen. En wat ik ook bij de Action, en daar heb ik heel veel goede dingen over gehoord. Dus ik dacht, ik wil het best proberen. En die je nou hoort mouwen is Gin. Gin Gin! Kom maar! En dat is de Max More CC Cream Color Correcting Skin Perfection Fair SPF 15 Vitamine E en Vitamine A. En dit is hem. Ik heb er gelijk maar 2 gekocht. Misschien dat het zo is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er wel goede dingen over gelezen. Maar niet zo dekkend is. Dat vind ik niet erg. En vooral met dat warme weer vind ik het ook reuze niet erg. Dat het niet zo dekkend is. Ik ben ook even naar een schoenenwinkel gegaan bij ons. Die heet Kens. En daar was ik al vrijdag naartoe gegaan, maar ik zag 2 paar schoenen die ik leuk vond. Ik vond, om eerlijk te kiezen, de ene paar leuker dan de andere paar. En ja, deze vond ik echt het leukst en die heb ik ook gewoon uitgekozen. Ik heb daar wel even over nagedacht, een paar dagen. Maar ja... Dit zijn ze. Zo stom gezicht. Jee! Dit zijn ze. Met mijn gezicht ertussen, sorry. Het is ja, een beetje goud, rose gold-achtig. De dingen zijn wel goud. De schoenen zijn een beetje rose gold-achtig. Het zijn gimpies. Het lijkt een sleehak, maar het is het niet. Ofwel, die erin zit. Oh ja, jawel. Maar de hoogte van gympies, ze waren eigenlijk, als je kan zien, 29,99. Ze waren afgeprijsd naar 20 euro. Dus ja, wie kan ze nou niet laten staan? Ik in ieder geval niet. En ja, ik weet, ik stik van de schoenen. Ik blijf ze kopen. Als ik schoenen leuk vind, dan wil ik ze kopen. En... Alhoewel, ik moet er wel eerst over nadenken. Want ik heb nu wel de gymvorm, maar ik heb ook laarsjes. Dus ja. Ik vond deze heel leuk. En ja. Ik heb ze gewoon gekocht, meegenomen. Ik ben er heel erg blij mee, moet ik wel zeggen. En toen ben ik weer naar de Primarkt geweest. Ja, ik moet me diep schamen. En heel veel vonden die Murray, die tas van met dat vouw-envelopje van Live Life Gorgeous. Een van die twee hadden hem, Martine geloof ik. Murray. Een beroemd duur merk in ieder geval. En ja, ik... Vind het wel leuk, maar om 1700 euro uit te geven voor een tas. Nee, dank je de koekoek. Daar begin ik niet aan. Smaaktas die Elise mooi vindt, die vind ik best wel mooi. En dan ga ik zeker een keer kijken als ik een leuke voor een leuke tas. Tot nu toe heb ik die tas nog. Die ik heb. Ik ga hem heel even pakken.
Deze gebruik ik altijd. Dat is mijn all-time favorite tas. Moet ik zeggen. Ik zit hem even hierachter. Dat is best wel zwaar. Er zitten hier twee vakjes. Hier, en hier één hele grote. Ik zul altijd van alles mee. Soms komt mijn mannetje en dan zegt hij, ja, wil je ook mijn spullen? Natuurlijk, maar soms vind ik het ook wel leuk om een klein tasje mee te nemen. En nu zag ik de vorm in het lichtblauw en in het roze. Beetje oud roze, baby roze. Dit tasje. Ja, hij lijkt er helemaal niet op, maar ik vond het model leuk, dus waarom niet? En hij was maar 10 euro en de kat is aan het mouwen. Die wil denk ik naar buiten toe. Dus ja, ik vond hem heel leuk. Er zit voor een vakje en hier een iets groter vakje. Dus ja, als ik zeg maar ergens naartoe wil of zo, en dan is het wel leuk om een klein tasje schuin te hebben of mee te nemen. Dus ik vond deze heel erg leuk. Ik heb meer donkere tasjes dan gekleurde. Dit is een uitzondering. En deze natuurlijk nu ook. Ik heb ook nog een, oh wacht even, een rode en een knalroze. Maar die beginnen, die knalroze begint een beetje te slijten. En ik heb nog een paar andere tassen. En ja, eigenlijk niet mopperen, maar ik vond deze wel heel erg leuk. Sorry, weer mijn hoofd weggehaald. En dat is het een beetje. Ik ben bezig met een winactie. Een grote doos. En ik ga kijken wat ik daar mee kan doen. En wat ik erin ga doen. En wat de regels zijn. Dus daar horen en zien jullie misschien binnenkort wat over. En ik ga nu afsluiten. Want ik heb honger. Eigenlijk trek. Maar om eerlijk te zeggen, mijn buik heb ik allemaal. En mijn kat wil naar buiten. Ik zou het super leuk vinden als jullie aan die kant het knopje abonnee indrukt. Van dan blijven jullie op de hoogte met alles. En zo niet, dan moet je gewoon wachten totdat ik weer wat geüpload heb of wat gedaan heb. Ga alsjeblieft kijken op mijn site www.condega.nl. Er zitten ook de linkjes van YouTube, Facebook en Bloglaf in. En Pinterest nog niet, maar die heb ik wel. Dus daar moet ik even naar kijken. En ja, ik zie jullie tot gauw weer. En bye.